Suzuki GS550E, voor wat het waard is, uit 1979, kabelboom, deel DOS. 2. Welkom bij het hok. Je ziet hier al een heel klein beetje een grote kleurplaat. Ik heb jullie in een van de vorige filmpjes wel verteld. Maar joh, leen of jat of koop de kleurstiften van je kinderen en print die kabelboom uit. Je denkt, het elektrisch schema, de kabelboom kun je niet uitprinten natuurlijk, hè. De cirkel, het elektrisch schema, dit ding. En ga er lekker op kleuren, geef alle draadjes de kleur die moet. Wacht, dit gaat niet werken zo. Zo moet hij natuurlijk, hè. Daar zit hij aan elkaar. Nou, die tip die heb ik zelf even niet gedaan, omdat ik eerst gewoon even die kabelboom uit elkaar haal en een andere tip aan jullie ga geven. En die andere tip, dat is als je het ding toch opnieuw gaat bouwen of je wil hem controleren, regel ergens een grote plaat of een wit laken. Bij de vorige kabelbomen die ik heb gedaan, heb ik groot wit laken op de werkbank gelegd. Daar heb ik de kabelboom op neergelegd zoals die in de motor zit. Nou, dat is vrij groot. Ik had ook een wat grotere werkbank. De werkbank is hier een beetje gekrompen, maar dat geeft niet. Hoe groter die is, hoe meer troep erop kan. Dus dat vind ik prima. Voor wat ik doe, is het hartstikke goed. Maar leg die kabelboom uit. Aan de ene kant de voorkant, de andere kant de achterkant. En ja, alle uitsteeksels die er verder aan zitten. Je contactslot, de clusters die aan je stuur zitten, linker rechter handvat, instrumentencluster, dat soort dingen allemaal. Dat maakt het voor jezelf gewoon een stuk makkelijker. En zeker met die ingekleurde tekening erbij. Dan weet je tenminste of je de goede tekening hebt, of de kabelboom klopt en of er niet in geknipt is. Ik word een beetje verkouden, merk ik. Nou, deze is wel een beetje in geknipt, maar dat geeft niet. Ik ben ook een beetje verknipt, dus dat maakt niet uit. Ik ga jullie zo even vertellen hoe dat in elkaar zit, wat waar zit. Dat is op zich wel handig en even leuk ter lering en de vermaak. Dat heb ik dus ook even offline gedaan, hè? Dat snap je. Dat is voor jullie echt niet interessant hoe ik één grote bos met spaghetti netjes plat op een bord krijg. Maar het is wel even een tip. Ik heb er ook in grote letters van alles bij geschreven, zodat jullie het makkelijk kunnen lezen. En ik ook, dan hoef ik tenminste een stomme brilletje niet op. Elk jaar komt er een plus 1 bij. Het is verschrikkelijk. Ik denk dat ik over een jaar of 10 echt met plus 35 rondloop of zo. Ik draai de camera die kant op. Dan zijn jullie even van mijn kwaakhoofd af. Dat is een moeilijke zin. Kwaakhoofd af. Misschien moet ik een banaantje eten. Wacht. Misschien helpt dat wel. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Ben, kun je lopen? Twee banaantjes. Dat is ook deel 2 van de kabelboom. Of is het deel... Ik denk dat ik aan het eind een heel zakje eet. Maar goed, er worden heel veel delen. Lekker hoor, banaantjes. Oh. Ik draai de boel even om. Dan leg ik uit wat je daar ziet. Tot zo. Kijk, dit maakt het voor het overzicht allemaal even een stukje makkelijker. Je kunt wel eens heel geïntimideerd zijn van zo'n schema. Nou, op zich is het niet heel moeilijk. Gewoon de kleurtjes volgen, de plek. Het is niet heel scherp zo, hè? Daar, dat is beter. Gewoon de kleurtjes volgen en de plek waar alles zit. Er staat ook bij wat het is. De regulator, dus de spanningregelaar. Dit is de achterkant van je motor. En dit is de voorkant van je motor. Hier zit je koplamp. En deze hele grote klomp met draden, die ga je ongeveer in je koplamp terugvinden. Tenminste bij de gemiddelde jap. Dit zijn alle uitsteeksels van je kabelboom. Echt en echt... De kabelboom, het wiring harness, zoals ze dat in het Engels noemen. Dat is het middelste stuk. Dat is die grote dikke klont. Die vind je onder je tank. Deze draden, die zie je overal uitsteken. Nou, hoe zit dat nou in het echie in elkaar? Ik heb er natuurlijk wel wat onderdelen afgesloopt. Anders past het hier echt niet op. De Suzuki GS550E 1979. Dat is dus de motor waar we het hier al een hele tijd over hebben. Dit is de voorkant, de koplamp. Dit is de achterkant. Nou ja, we beginnen... Laten we gewoon eens van achter naar voren werken. Dat is op zich ook wel leuk.
Hier heb ik een heel bosje draden. Er zitten van allerlei kleuren in. Hier zit bijvoorbeeld een groene draad. Dan pak ik toch even mijn brilletje erbij. Kijk, als je kabelboom niet verknipt is, dan zul je die draden terug kunnen vinden. Lichtgroen, LG. Kijk, we hebben hier een LG. Daar, lichtgroen. Dat is deze draad, een lichtgroen. Dat is de draad die je hier in de kabelboom vindt. En volg je die helemaal terug. Nou, dan gaat het ergens hier. Uiteindelijk. Even kijken, hier is die. Ik zie hem hier ergens tussendoor lopen. Nou, die gaat uiteindelijk ergens richting de voorkant naar je knipperlichten toe. Als je het hier ook ziet, die lichtgroene draad en een BW-draad. Een BW, dat staat voor een zwarte draad met een white tracer. Dus dat is een zwarte draad met een witte streep. Die gaat naar je rechter knipperlicht. Nou, uiteindelijk gaat dat naar je bediening toe op je stuur. Dat gaat naar het knipperlicht. Als je die draden volgt, komt helemaal goed. Even een voorbeeldje. Maar goed, wat hebben we hier? We hebben hier dus alle achterlichten. Achterverlichting. Kijk, die verdwijnt hier de kabelboom in. Dan hebben we hier de achterrem. Dat is de schakelaar. Daar zitten twee draden op. Dat is een oranje met een groene tracer. Dus oranje groen. En een witte. Nou, als we die volgen, die gaan uiteindelijk ook ergens die kabelboom in. Wat we hier verder vinden, is een knipperrelais. Dus die zorgt ervoor dat je lampjes tik-tak doen. Tenminste, je knipperlampjes. Nee, je knipperlampjes doen niet tik-tak. Dat relais doet tik-tak natuurlijk. Dan hebben we hier drie draden. Die gaan naar je dynamo of de alternator, zoals die op het plaatje staat. Dat hele zooitje. Kijk, we hebben hier een gele draad. Die gaat naar de spanningregelaar. Die spanningregelaar die heeft ook een aardepunt. En die zit verder ook niet in je kabelboom. Dat is met een oogje. Dan hebben we hier nog de gelijkrichter. En de gelijkrichter, zoals je ziet, die zit ook met diezelfde gele draad. Twee draden van je dynamo. Een stroomdraad. En ook weer, ik denk een aardedraad. Dat moet, zit dat aan je kabelboom vast. Nou, die rode draad, je raadt het al, rood is plus. Dat ken je vast al van het luidsprekersnoer of van je accu. Hè, dan is dat ook de plus. Die gaat uiteindelijk de kabelboom in. En uiteindelijk komt dat hier bij je accu terecht. Dat gaat via de zekeringkast naar het startrelais wat hier aan hoort. Dat is dit apparaat. Die zit eraan. Ook daar heb ik de boel weer even gemerkt. Startrelais 1. Ik heb hier startrelais 1. Dus dit hoort aan elkaar. Een gele draad met een groene tracer. Dus geel met groen. En hier startrelais 2. Dat is deze. Daar zit die hele klont aan. Die dus uiteindelijk ook richting de accu gaat. Dan hebben we hier de zogenaamde output terminal. Ik kan er echt geen andere naam voor verzinnen. De 12 volt accessoire aansluitkastje 27 MC bakkie device. Dat is dit ding. Ik weet nog niet of ik hem eraan laat. Maar goed, die gaat hier ook naar je accu toe. En die zal hier waarschijnlijk met aarde op je frame vastzitten. Dan hebben we hier de rest van de kabelboom. De wiring harness. Die rode draad die we hier zagen, die dus uiteindelijk vanaf je accu via de zekeringkast naar je startrelais gaat. Die rode draad, dat is ook een dikkere draad, dat zie je. Er gaat ook meer stroom doorheen of spanning. Ik weet nooit welke van de twee het is. Zet maar even in het commentaar. Die gaat uiteindelijk ook naar je contactslot. Dus daar zet je de boel mee op contact. Gaan je lampjes branden, je drukt op je startknop en je startrelais gaat aan, klikkerdie-klik en vroem, uiteindelijk. En dan heb ik hier verder nog de toeter. Dat zijn twee draden, de klakson. Je zult zien, die verdwijnen ook ergens in de stuurschakelaar. Want dan zit je toeterknopje tenslotte. Dan hebben we hier nog iets. Dit zit niet op elke motor. De versnellingsbak of de versnellingindicator. Deze versnellingsbak zit een dingetje in.
Uiteindelijk zit er een klein displaytje op je display, op je dashboard. Heel goed. Die geeft aan in welke versnelling je zit. Nou, dat is op zich best grappig. Ik wil nog even kijken of ik daar iets mee kan doen. Dus die laat ik voorlopig nog even eraan zitten. Gebruik ik hem niet, dan tape ik hem in. Werk ik hem weg dat je hem niet ziet. Maar die ga ik er niet uitknippen. Ook een hele belangrijke, en dit is maar één draad. Dat is de oliedrukschakelaar. De oliedrukschakelaar die maakt aan de ene kant verbinding met deze draad. En aan de andere kant gebruikt hij de aarde van je blok. Dus daar zit maar één draad op. Meet dit ding geen oliedruk, gaat er wel een lampje op je dashboard aan. En zet je motor dan direct uit. Anders gaat hij stuk. Dat is zonde. Dit korte prutje hoort aan de linkerstuurschakelaar. Dus daar gaan we, als het goed is, van de toeter één of twee draden vinden. Dat is een oranje en een groene. Klopt dat? Groene, ja. Maar dit is een oranje groene. Nou, er klopt al iets niet met de tekening. Dus dat moet ik even verder uitzoeken. Dan hebben we hier een draad. Die gaat naar de bobines toe. Aan de puntjes zit een andere draad. Die gaat ook naar de bobines. En die twee samen die zorgen ervoor dat jouw ding wil starten. Jouw motor, als het goed is. Nou ja, dan hebben we hier het hele zootje wat in de koplamp gaat. Hier gaat de koplamp, lamp in. Ik heb er nog wat losse draadjes. Ik zie hier al oranje. Ik zie hier lichtgroen. Dat zal vast van knipperlichten zijn. Dat kan bijna niet anders. Ja, lichtgroen. Oh, lichtgroen en blauw. B. Oh, lichtgroen en zwart. Oh, wat grappig. De zwarte draad die hierin zit, is deze. Goed. Ja, dat is deze. Die is voor je linkerknipperlicht. Dan hebben we een lichtgroene. Dat is deze. Kijk, er is ook al aan gesoldeerd, hè? Zie je dat? Maar deze lichtgroene is voor je rechterknipperlicht. En dan hebben we nog zo'n gestreept apparaat. Deze. Dat is dan de andere kant van je lampje. En vervolgens heb ik hier nog een rechterstuurschakelaar. Ja, er zitten maar drie draadjes aan. Maar goed, dat is even in het kort hoe deze kabelboom in elkaar zit. Heb je de ruimte en je hebt kinderen of een winkel in de buurt waar ze kleurstiften hebben. Nogmaals, de tip. Inkleuren, plastificeren. Dat doe je er 100 keer mee. Ik heb deze een keer of 6 uitgeprint. Voor met mijn vieze klauwen. En hang dit spul of op een stuk karton. Of een stuk, wat is dit? Multiplex, dat had ik nog over van projectje Kempen. Dus een stukje, je hoeft echt niet iets heel groots te hebben. Dus nog geen meter bij, zeg maar 65 centimeter. Daar heb je genoeg aan. Ik heb het gewoon met wat trekbandjes, pagaatjes geboord. Trekbandje erdoor, dat even allemaal op zijn plek blijft. Dus dit is geen magie dat dit zo blijft hangen. Dat heb ik gewoon expres zo gedaan. Ja, dat eigenlijk. Ik probeer het allemaal een beetje laagdrempelig te houden. Dus ook heel het idee van het hok. Doe het met de dingen die je hebt liggen. Hè. Deze plaat die heb ik niet gekocht. Die had ik nog liggen. De trekbandjes had ik liggen. En ik heb de ruimte, dus ik kan dit doen. Laat even weten in het commentaar. Als jij een ander briljant idee hebt om dit te doen. Wat veel sneller gaat, makkelijker is. Of een compleet andere insteek. Ik ben heel benieuwd. Heb je hier wat aan? Laat het ook even weten. Je kunt me altijd even sponsoren. Druk op de Buy Me a Coffee knop. Dan kan ik de camera nog een keertje opladen bijvoorbeeld. Of een nieuwe rol duct tape kopen waar ik het mee geplakt heb. Abonneer je op mijn kanaal, dan weet je wanneer het volgende filmpje komt. En tot die tijd. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer bij Het Hok. Hoi!